En daar is het 1-0 voor Heukelum, de ploeg die vorig jaar dus in de finale stond. Dit is ook de speler van het toernooi van vorig jaar, met nummer 9, Tim Slukke. 1-0. En daar is het 2-0, als hij eenmaal valt, dat zie je vaker en vaker en vaker. 2-0 voor Heukelum, de man met nummer 11. Vorig jaar nog bij LSC, nu dus bij Heukelum. Rennen. Dus de boys zijn er maar terug, 2-1 nog in voor de Heukelum. Op de maak weer aan de kant van de boys met de 10, Bob Leemans. Heukelum te maken nu met een 8. Hij speelde vorig jaar bij LHC Rick van Loo. Voor de verliezer finalist van vorig jaar dus, met nummer 17, Benjamin Meidam. Schieten 5-1, doen we de maker met de wacht. Wederom Rick van Loo. Ook dit vond ik weer een prachtige goal. Hij zag hem kijken, kan hij erin? Ja, strak langs de paal. De Superboys zijn tweede van vanavond. Voor de Superboys bij zijn eerste Lars Brandenhorst. De 5-3, die moeten maken zijn tweede van vanavond. Met nummer 10, Bob Leemans. Beide ploegen
zien we aanstaande zaterdag terug. Dan speelt Dussense Boys tegen Arkel om 10:50. En Heukelum om 14:45 tegen Unitas. Aanstaande zaterdag dus. Goed, we gaan nu voetballen. We gaan ons volgen.